No, I pay like 13 euros a gram. 15 euros a gram. That's still better than like 20 that. Euro in Amsterdam. Sorry about the accent, you know Uncle Lo's accent. Important things about my podcast is that I can do what I want. We don't have a set form. Okay. Nobody's gonna bitch about it because it's my own platform. Dan ben jij toch wel echt van de nieuwe generatie en ik van de oude generatie. Ja, ik draai ook nog wel gewoon met papier hoor, soms. Mooi, hè? Hij doet het. Ja, ik draai ook nog wel gewoon met papier soms. Maar vandaag heb ik voor de gelegenheid een mascotte blauwe riptip. Thanks aan King Size, 420 in de Heek heb ik deze gewonnen. Het rookt wel, zeker als je puur rookt, rookt het een stuk beter. Ja man, want het voelt lekker de lucht. En ik vind als je met tabak rookt, zoals jij, hoor je eigenlijk active filters te gebruiken. Ja, ik was altijd een beetje na van die active filters. Dat ik had het idee dat mijn smaak van de hash wat verloren ging. En Is het de hash smaak of is het gewoon roet wat je minder binnenkrijgt? Ik weet het niet. Ja, ik heb er nooit echt goed in verder bestudeerd dat ik eerlijk kan zeggen van dit of dit is het. Ja. En misschien ben ik gewoon, wat de boer niet kent, dat fret hij niet. Sure. Ik denk dat je het zo moet bekijken. Ja, gewoon gewenning en ook nog steeds het tabak roken is gewoon een gewenning. Dat is het met gewenning. Daar ben ik niet zo blij mee. Daar moeten we vanaf met z'n allen. Ik vind dat cannabis consumptie iets moet zijn van waar je heel bewust van moet zijn. Dus bij elk jointje moet je gewoon nadenken van, heb ik dit nu nodig? Is dit de juiste soort voor nu? Is dit het juiste moment? Heb ik andere dingen te doen? Hoe ga ik het consumeren? Doe ik het helemaal? Doe ik minder? Doe ik meer? Dat zijn gewoon belangrijke vragen die mensen zichzelf moeten afvragen. Ook net als met eten. Je gaat ook niet 's ochtends beginnen met een berenhapsaté en een frietje speciaal. Sommige mensen wel. Maar die maken dan ook die keuze gewoon zelf. Ik denk inderdaad dat ook niet. Ik ben wel altijd van van de betere cannabis consumeren. Ja. Of de betere hash, weet je. Want ik denk wel, zeker omdat ik zelf ook veel heb gegroeid en gebloeid, weet ik wat er allemaal niet goed is. En als je in wat professionelere settingen dat hebt gedaan vroeger, dan weet je zeker dat als het om het geld gaat, dat er een hele hoop dingen gebeuren die je eigenlijk dagelijks niet verdragen. Nope. Maar ja, omdat het om geld gaat, mensen moeten eten, de berekeningen moeten betaald worden. Dan gaat het gewoon zo, dan worden er keuzes gemaakt. Ja, en hoekjes minder, afgesneden. En, zeker. Wij moeten geen hoekjes afsnijden, want we zijn zeker al dik en breed aan het lopen. Hè? Dus ik moet ook even iedereen welkom heten natuurlijk bij een nieuwe aflevering van de HiCloud podcast. Seizoen 4. We zijn online, we lopen. En dit seizoen gesteund door onze grote vrienden van onder andere Mascotte, Sensi Seeds, Dutchy Packaging en Noids. En daar zitten we vandaag bij onze vrienden van Noids. We gaan het hebben met Kik Reynalda en Chu over de Noids. Maar ook over Kik, zijn geschiedenis met de alternatieve cannabinoïden. Want we hebben het heel vaak in de podcast gehad over de HHC's en de D8 en de THCP's. En alle alternatieve cannabinoïden die niet per se heel erg aanwezig zijn in de plant, maar wel ineens heel erg aanwezig zijn in de markt. In vaporizers, in edibles, in flower, in hash, in alles wat je kan bedenken, vind je nu wel ineens legale cannabinoïden. En Kik, die heeft daar een geschiedenis mee. Daar werkt hij nu niet meer mee. Maar misschien kan je de mensen een beetje vertellen, Kik, hoe ben je bij die alternatieve cannabinoïden terechtgekomen? Wat is een beetje jouw weg geweest? Nou, ik heb eerst altijd cannabis gekweekt, laat ik zo zeggen. Stekjes gemaakt, allemaal dat soort dingen. En het andere circuit, het zwarte circuit. De legacy markt. En aangezien dat de laatste jaren heel moeilijk werd en het eigenlijk niet meer mijn energie waard was om daar de hele tijd mijn focus op te gooien en eigenlijk zo weinig terug te krijgen voor een eerlijk product, omdat de markten zoals Canada, Spanje in één keer zo groot werden en coffeeshops liever goedkoop en veel inkopen dan goed en wat vaker de menukaart moeten wisselen.
wat kleinschalige van wat kleinere kwekers. En toen heb ik op een gegeven moment wou ik eigenlijk naar Spanje toe gaan, rondgekeken, want ja, daar was het klimaat toch nog wel wat makkelijker. Niet alleen willend op kweken verder te gaan, dus ook naar andere legale markten, of ik dan een CBD bloemen daar kon importeren of olies, want ik wou naar Lanzarote toe gaan, dat is een van de Canarische eilanden, en omdat het een eiland is, komen daar nogal spullen moeilijk aan en is wietkweken ook nog wel lucratief, want je krijgt nog in ieder geval wel wat voor wat je op de markt brengt. Ja. En dus ik ben daar heel erg veel naartoe gegaan. Ik had daar kennissen zitten die deden zaadjes maken. Veel georiënteerd. Op een gegeven moment een oude schoolvriend van mij, die deed wholesale van cannabinoids. Dus die zei, ik vertelde hem het verhaal van, het heeft helemaal geen nut meer, weet je. Ik ben me dood aan het zweten voor helemaal niks. En als het fout gaat, ben ik nog verder van huis. Moet je alles terugbetalen ook nog? Ja, weet ik veel wat. Ik heb mensen gezien die, de politie is nog niet het probleem, maar de Belastingdienst die blijft je eeuwenlang achterna lopen. En je hele leven wordt gewoon kapot gemaakt. Je kan geen huis meer huren. Eigenlijk kan je net zo goed meteen weer verhuizen. Alleen met een strafblad bij je naam. Dus ja, ik zag het gewoon ook niet meer zitten. Ik zag steeds meer goedkope troep op de markt komen, dat dan toch graag werd afgenomen. Dus ja, voor mij, de markt in Nederland was gewoon kapot. En Canadese soortjes die kwamen naar binnen toe, weet je. En dat was al 3 euro per grammetje. Terwijl, ja, daar kun je gewoon niet voor kweken. Nee. Dat lukt gewoon niet. Zeker niet als je gewoon ook nog stroom betaalt. Want ik deed hem niet aftappen. Ja, ja, dan wordt het er gewoon een heel moeilijk verhaal. Ja, om het een eerlijk product op de markt te kunnen brengen. En een markt, de klant, die zocht alleen maar naar die goedkope spullen eigenlijk. Want die wil gewoon veel voor weinig. Ja. Ja. En dan waren er hier en daar nog wel mensen die dan wel geïnteresseerd zijn, die er wat meer verstand van hadden en die zagen van oké, dat is in ieder geval, want op het laatst ging ik organic growen, was ik met Supersoul bezig, ben ik wat meer naar mijn passie toegegaan in plaats van het economisch kweken. Dat was voor de portemonnee niet de beste stap die ik kon maken, maar het was wel heel interessant voor mezelf om te weten van oké, ik wil de beste wiet kweken, ik zag andere mensen echt mooie spullen brengen. Misschien was zelfs een beetje jaloers als kweker van oké, waarom hun wel en ik niet, dus ik moet mezelf verbeteren. Toch achterkomen dat de Nederlandse markt daar toch nog niet echt helemaal geschikt voor was, want vooral coffeeshops die draaien gewoon op de centen en als iets voor 15 euro het bord op moest, ja, dat kreeg ze al grijze verharen van als ik daarover begon. Ja. Dat zat er gewoon niet in. En mensen moeten goedkoop kunnen blowen. En het liefst nog gewoon dat ze de longen eruit hoesten. En als het niet prikt in de keel is het niet goed. Nee. Ja, longen eruit hoesten en na 3 hijse rode ogen moeten hebben, weet je. En of het dan al voor bestrijdingsmiddelen of weet ik veel wat is. Dat maakt dan allemaal niet uit, weet je. Want ja, zolang je er maar stoned van wordt. Ja, dat was het motto. Goede wiet, andere soorten. Ja, ik werd er een beetje vreemd op aangekeken als ik met verschillende steksoorten aankwam. Het was gewoon, ja, doe maar hees of pp. Ja. Snap je? Of, en dan uiteindelijk de hees overwon het, want die was ook binnen 8-9 weken klaar. En die bracht misschien wel meer op dan een pp-plant. Ja. En een pp-plantje die kon rotten en een heesplant, dat bleef maar groeien, ook al ging het helemaal fout. Dan had je er toch nog wel wat aan. Dus niet eens echt hees natuurlijk, zo gewoon die commerciële ammie. Ja, dat is gewoon de commerciële ammie. Ja, dat is geen officiële hees die 15 weken... Nee, we mogen ook geen hees meer noemen. Nee, ja, is dat zo? Ja. Ik maar bent op een gegeven moment dus, je vond de legacy markt, was het niet meer. Je zag gewoon van, oké, mijn passie wordt hier niet gewaardeerd of erkend. En je hebt een andere weg ingeslagen. Je maat zegt, ik doe in cannabinoïden. Ja, en toen ben ik dus daar voor hem met CBD-olie, CBG-olie zijn we mee begonnen. En hij werkte met formules. Dus daar kon je in principe gewoon bepaalde effecten mee nacreëren. Doordat wij het DNA van een plant wisten. En bepaalde markers hadden. Dus als een indica die heeft een heel hoog
gehalte van dit, een heel hoog gehalte van dat. Dan heb je het over bepaalde monoterpenen, sesquiterpenen, flavonoïden en dat soort stoffen allemaal? Nee, echt puur alleen cannabinoïden. En dan de 10 voor meest voorkomende van de cannabinoïden. Dus die test die was door professor Ronald Glas, die is daarmee bezig geweest vroeger. En daar kon je een soort van DNA-profiel van de plant mee vinden. En die man die had zoveel getest en die wist ook nog eens welke soort wat deed. Dus die heeft toen zijn testament achtergelaten met al zijn kennis aan die schoolvriend van mij. En die is daarmee verder gegaan. Dus die kon olieën maken, weet je, die meer een sativa gevoel hadden. Of een olie maken met meer een indica gevoel. Of een olie die op een Nepal leek, weet je, waarmee je goed kanker kan bestrijden. Want een Nepalplant, daar zat een bepaalde ratio van CBD en THC in, 1 tot 2. Die gewoon perfect werkt tegen kanker. Die waarvan de kankercellen niet verder groeiden. Dus het is niet dat het per se helemaal naar beneden ging. Maar er wordt gewoon niets meer extra geproduceerd qua kankercellen. Wow. En ja, dat heeft hij ook laten studeren, bestuderen in Italië en... Als je een linkje van dat onderzoek hebt, dan kunnen we dat misschien eventjes in de beschrijving zetten. Dat is misschien wel verhandig als mensen dat interessant vinden. Ja, dat is toen in de Universiteit van Brescia. Hoe noemen ze dat? Klinisch? Je weet het beter. Ja, klinisch onderzoek. Ja, pre-klinisch is die gebestudeerd en daar waren de resultaten echt super goed van. En ja, Ronald was altijd al zeggend van, kijk, ik ben gewoon een blower. Ik ben begonnen met blowen omdat ik het leuk vond, lekker vond. Ik geloofde in eerste instantie ook niet zo in het medicinale gebeuren eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Ik denk van ja, mensen die het gebruiken vinden het gewoon chill. Totdat ik, ja. Het is lekkerder dan paracetamol slikken, ja, dat snap ja, ik. Ja, nee, maar totdat eigenlijk ik van mijn rotzooi ging ik olie maken voor mensen, want die vroegen daarom. Ah, zoveel waardering heb ik nog nooit gehad. Ja. Zoveel waardering. Ik kon kilo's kweken. Ik kon 1000 stekken wegdoen. Die mensen waren minder gelukkig met mij dan die paar mensen die ik een paar flesjes van die olie gaven. En dan kreeg ik een verjaardagscadeautje en een kerstcadeautje. Ik dacht, zo geweldig heb ik niet eens iets voor jou gedaan. Maar die mensen waren zo blij met mij. Omdat zij eigenlijk niet wisten waar ze naartoe moesten. Waar ze het moesten. We hebben het al over een jaar of 7, 8 geleden. Ja. Voordat Rinus en al die mensen begonnen om het eigenlijk groot, dat het bekender werd. Die mensen waren zelf al op zoek geweest naar internet. Die wisten dan toch via, nou, de kik die doet wel wat. Die kan misschien wel wat voor ons regelen. Nou, ik deed het gewoon uit vriendelijkheid. Ik had helemaal niet het idee toen nog om er iets van geld mee te gaan verdienen. Of weet ik veel. Maar ja, de hartelijkheid die ik dan van mensen kreeg, dat gaf me zo'n goed gevoel. Dat ik wel dacht van, oké, want je wordt altijd toch in een hoek gedrukt van criminaliteit, ja, et cetera. Ja, ik moest veel... je werkt met de achterdeur, dus je moet eigenlijk veel geheim houden. Zelfs voor vrienden en familie. Ja. Dat is gewoon niet per se omdat je dat wil, maar veiliger. Ja. Dus, heb je voor mij ondertussen een aansteker? Jazeker, ergens. Ik heb hem in mijn tas gelaten. Niet zo handig. Thanks. Dus toen ging ik wel geloven in de medische capaciteiten van cannabis. En Ronald, die heb ik veel meer toen gesproken. Helaas is hij overleden. Die kwam aanzetten met van, nou kijk, als je dit dan gebruikt en dat gebruikt, dan werkt het wel tegen iets, maar dat en dat heeft helemaal geen nut. En die hees die jij rookt, daar word je zo moe van, want daar zit zoveel CBG in, dat slaat achter op die ogen van je. En daarom heb je geen zin meer om iets te doen. Die kon bij wijze van soorten van wiet uitleggen van wat het ging doen al voordat we het gingen roken. Die man die had echt op basis van de wetenschap van die stoffen die erin zaten. Die man die was voor zijn tijd. Die wist al heel veel. En in die tijd was de wereld, de bedrijven, die waren gewoon nog niet klaar voor cannabis. Maar het begon dus allemaal met vrij goede intenties in de extracten en de olietjes en dat soort dingen. En je hebt het over formules, dat is dan met de 10 meest voorkomende cannabinoïden uit cannabis. Dus dat waren gewoon nog wel de CBDA en de CBD en de CBG en de THC, D9, CBN'tje, ja, noem het allemaal maar op, gewoon de meeste. En wij begonnen eigenlijk met die alternatieve cannabinoïden omdat wij geen THC-vergunning hadden. Heel simpel.
mochten wij met TSC werken, waren we daar nooit mee begonnen, denk ik. Dan was dat helemaal onnodig geweest. Maar omdat het dus zo moeilijk is, gingen we maar met TSP werken. Want dan kregen we op een gegeven moment TSP uit Italië van een CBD-producent die wel echt bekend was en echt goed was. En waarvan wij ook wel wisten dat de TSP uit een goed lab kwam. En echt uit de stammen van een plant kwamen. Dus dat was zo wonderbaarlijk spul. Maar toen het nog zo ontzettend duur. Dat was letterlijk duurder dan goud. Kan je uitleggen aan de mensen die het niet begrijpen, net zoals ik. Wat is dat THCP precies? Hoe is dat anders dan THC voor zover je weet? En werd dat zo gewonnen uit de plant? De eerste keer dat wij het kregen, werd het gewonnen uit de stammen. Dus werd het wel echt uit de plant gewonnen. Maar dan werd het wel nog steeds in een lab omgezet naar een extract. Okay. Uiteindelijk, daarom verloor ik ook mijn vertrouwen erin. Kunnen ze het allemaal synthetisch nu omzetten? Ze kunnen allemaal van... Want er is natuurlijk zo'n grote schaal aan CBD op de markt. Biomas. Dat ligt al jaren ergens weg te rotten achter in de schuur. Maar in één keer hebben ze een oplossing gevonden. Ze kunnen er HC van maken, THCP en dat soort dingen. En toen ging het echt de verkeerde kant op. Toen kregen ze zulke goedkope producten die zo toch... waarvan je het gevoel had dat je stoned werd, of lam vooral. Lam, dat heb ik het idee met HC. Je wordt heel erg lui ervan. Je gaat op een couchlock in de bank liggen. Je hebt helemaal geen zin meer om iets te doen eigenlijk. Maar mega populair, omdat het dus buiten de wet valt eigenlijk. Ja, het is niet per se legaal, maar het is een beetje een loophole. Ja, en daarin kan je eigenlijk ook zien hoe populair cannabis is. Want mensen weten nog steeds niet wat is goed, wat is niet goed. Er is geen legale markt, er zijn geen goede producenten eigenlijk. Kinderen beginnen met iets. Die denken, HAC, nou dat zal leuk zijn. Het zit in een mooie verpakking. Het wordt bij de tabakzaak verkocht, notabene. Dus het zal wel goed zijn. Het zal, want de overheid die zal dat niet het zomaar... vast wel gecontroleerd. Ja. De overheid zal dat toch niet zomaar in een tabakzaak. Kijk hoe moeite we hebben met sigaretten, met alles. HAC ligt er gewoon... Gewoon om te pakken ligt erin met de gekste smaakjes. Door die gekke smaken proef je ook eigenlijk helemaal niet meer of je HC wel goed was of niet. Want kijk, daar heb je ook nog weer een verschil in. Kijk, je HC kan heel erg puur zijn. En dan geloof ik dat er een goed lab is gemaakt. Dus dan is het in ieder geval HC. Ja. Maar je kan ook 85% HC hebben. Dat is het laatste stapje van purificatie niet hebben gedaan. En wat is dan die andere 15? Ja, ga maar uitleggen. Het wordt met zware metalen gemaakt, met solvents... In een labje waarschijnlijk ergens achter in de Highlands of de prairies in de Verenigde Staten. Waar ze nog wat CBD hadden liggen door een of andere halve chemicus als Breaking Bad. Die daar maar het goedkoopste van het goedkoopste gaat produceren. En het opstuurt. En ja, om eerlijk te zijn, er was een HAC tekort en moesten dingen afmaken. En er kwam er wel eens HAC binnen en... Ja, dat zag ten eerste al verkeerd uit. Ten tweede, het rook heel erg slecht. Maar ja, het komt toch de markt op. Als jij een beetje... Ten eerste, ik wou altijd al de beste wiet maken. En daar was ik eigenlijk mee bezig. En ik wou het dan wel goed doen. Ja, op een gegeven moment... En je was mensen aan het helpen voor je gevoel met die olietjes. Je kreeg daar best wel een goed gevoel bij. Zeker weten, want zeker voor die slaap en... Pijnen mensen met anxiety, stress. Hielpen die olies echt supergoed. Maar dat is in zulke lage doses zat dat... In ieder geval TSP zat daarin. Dat ik daar wel een goed gevoel bij heb gehad... En nog steeds, weet je, want ik denk dat de pharma graag deze stoffen wil gebruiken, omdat ze het kunnen semi-synthetiseren. Dus het zal altijd hetzelfde zijn. Ja, je kan ze standaardiseren, vinden ze heel belangrijk. Ja, standaard, dat is voor de
farmamarkt het belangrijkste. Dat woord is volgens mij een van de grootste vijanden van cannabislegalisatie. Dat denk ik wel. Standaardisatie. Ze hebben het altijd over, ja, cannabis is niet te standaardiseren. Dat klopt, want als jij een plant hebt, dan kan de bovenste top 25% hebben en de onderste top 15% hebben. Mm. En dan is het heel moeilijk om een consistent product aan te bieden. Maar dat is cannabis gewoon niet consistent. Maar zij weten dat. En het is het enige waar ze het op kunnen pakken. Van ja, het is niet te standaardiseren. Dus we moeten het synthetiseren. En dan kunnen we het wel aanbieden aan de mensen. Want dan kan je het ook patenteren. En dan kan je er ook centjes aan verdienen, ja, natuurlijk. En dan ga je weer naar het hele punt toe van patenten. Bedrijven Monsanto, weet je, die graag... dat is het enge spelletje dat je dan gaat krijgen. Terwijl eigenlijk iedereen, als jij je juiste soortje weet, jij vindt ook niet iedere wiet lekker. Nee. Nee, dan word je van sommigen, ik word van hier ook helemaal gek. Dan hoef je mij niks meer te vragen. Ja. Ik word nerveus, ik wil weg, ik moet iets gaan. Ik ben mezelf niet meer. Nee. En zo moet iedereen dus wel een beetje eigenlijk zijn eigen wietje vinden van wat hoort bij mij. Maar daarna kan je toch... Kijk, het is een zaadje in de grond doen. Als jij een beetje je best doet en daar gewoon 3 maanden een beetje aandacht aan besteedt. cncseeds.com jongens, zaadjes in de grond. Doe het lekker zelf. Ja, en dan weet je in ieder geval wat je hebt aan het einde van de rit. Ja. En dan zit er geen meuk in. Het is niet... met PGR's of met hormoon treatments omhoog getrokken. Het kan zo makkelijk zijn. Ik heb met andere afleveringen van je gekeken, van Wernhout bijvoorbeeld en zo. Laat iedereen inderdaad maar die 3 planten buiten zetten. Er is zoveel op de markt, er is niet eens meer geld te verdienen. Kijk, ik was wel eens eerder bang voor legalisatie als kweker zijnde, weet je. Want ik denk, ja. Als de legaal wiet op de markt komt, dan heb ik weinig meer in de melk te brokkelen. Ja. Ja, en de wietprijs was zo hoog, omdat het illegaal is. Laten we wel zijn. Ja. Wiet produceren in principe kost helemaal niks. Dat, zeker niet als je het in grote schaal doet. Dan... Zon en water. Exact, en ik hoor in Zuid-Afrika voor slechte wiet betaal je 5 cent met zaadjes erin. En voor goede buitenwiet, wat wij nog wel eens voor binnenwiet willen aanzien, 70 cent. Nou, op de straat. Nou, ja, dan kan je de hele dag lopen. Even vlucht boeken. Ja, toch? voor 3,50 kun jij de hele dag stoned zijn. Dan weet je zelf niet eens meer wat je aan het doen bent. Ja. Als je dat graag wilt. Lijp. Ja. Heel ziek. Maar hier in Nederland, dat kost je gewoon je portemonnee. Ik denk dat daar ook veel problemen van komen. Voor mensen die een jointje willen roken. Dat is bijna onbetaalbaar geworden. Ja, goede wiet wordt duur. Goede wiet is heel duur. Mensen klagen over goede Dutch. Dat je daar makkelijk 16 tot 25 euro voor betaalt. En Kelly wiet gaat vanaf 20 euro omhoog. Dat zijn gewoon hele dure dingen. Absoluut. Daarom raden we ook mensen aan. Sinds jaar en dag. Ga lekker zelf kweken. Hè, jongens. cncseeds.com. Haal je zaadjes. En kies gewoon wat lekkers uit. Doe het lekker zelf. Laat je niet gek maken door al die gekkigheid. En hou die eurotjes in je eigen zak. Maar even terug naar die alternatieve cannabinoïden. Je zag dat het misging. Het werd veel HHC, THCP, D8. Wat is nou het engste wat je zag van die spulletjes? Wat is een beetje het engste? De engste die ja, uiteindelijk... het engste wat er was dat op een gegeven moment TCP is afgelopen januari verboden in Zweden. En, want daar ging eigenlijk het grootste gedeelte... Gewoon waar de minste wiet aanwezig is, daar gaat TCP en HC naartoe. Dus Oost-Europa, Scandinavië, landen waar het heel moeilijk is om aan wiet te komen, Frankrijk. Die landen, die waren gewoon grootschalig afnemer van die producten. Ja. Omdat het dan legaal in één keer in de vape-shoppers kon liggen, of dit of dat. En waar het dan echt gewoon vooral misging is gewoon dat de bestellingen op een gegeven moment vanuit die landen werden gedaan en dat het maar zo goedkoop mogelijk. Hmm. En, maakt het niet uit. Maakt niet uit wat er. Ja, rapporten werden desnoods nog vervalst. Want TCP werd dan dus illegaal, weet je. Dus dan gingen ze maar naar TCJD toe, TCB, TCH, 10-0-HHC. Ja, dus het hele rattenplan ligt al klaar, weet je. En, is de ene, en toen dacht ik, ja, ik heb ook jongens, vrienden van mij gehad, die hebben een smartshopje.
Ja, en die deden ook allemaal van dat soort dingen verkopen. En dan was ik toen de tijd kon ik ook al niet echt dat ik zeg van ja, daar sta ik om te springen. Want ja, het zal wel legaal zijn, maar wat doet het met iemand, weet je? Kijk, cocaïne, heroïne, et cetera. Het is ook allemaal niet goed voor je. Maar we weten in ieder geval sinds jaar en dag wat het met je doet. Ja. En wat je vooral niet moet doen, weet je. En met deze nieuwe producten is het maar afwachten wat de lange termijn effect is. We hebben ook aparte korte termijn effecten gezien. Hè? We hebben op Mary Jane Berlijn de mensen stijf achterover zien vallen na één hijs van een HHC-vape. Ja, ik kan je de verhalen vertellen over mensen die TSP-snoepjes namen en na 2 dagen opbelden in paniek en nog steeds stoned waren en niet naar werk hebben gekund. En, 2 dagen lang? Gewoon 2 dagen aan het trippen zijn op een paar snoepjes, weet je. Ja, en dan is het geen wiet meer. Kijk, jointje roken, over een paar uur zijn wij weer gewoon, weet je, als het moet, redelijk nuchter, kunnen we weer helder nadenken. Maar met zulke middelen, dat is gewoon designerdruk geworden. Doodeng. Ja. En wat was het punt dat je zei, dit kan ik niet meer met droge ogen doen, zeg maar? Ja, toen ik op een gegeven moment nog een keer H4CBD onder mijn ogen kreeg, weet je, waar... H4CBD? Ja, dat is ook wat weer... Wat is een, dat? Ja, dat is ook weer een synthetische cannabinoïd. Die is 30 keer sterker dan CBD, dus dat geeft een heel groot body effect. Okay. Net als dat TCP bijvoorbeeld 10 keer sterker is dan THC, dus daarvan het effect dat mensen zo lang aan het trippen zijn... Je denkt, normaal neem ik 100 milligram THC, ik kan nu ook wel 100 milligram van dat spul nemen. Je bent gewoon 2 weken lang bezig. Ja, dat gaat wel. Maar ja, er zijn gewoon mensen die zo, ook op wiet. Kijk, sommige mensen zijn er 2 ijsjes, zijn ze gewoon 5, 6 uur stoned. Iedereen reageert er anders op. En sommige mensen die aten 2, 3 van die snoepjes en die zeiden, nou, het zal me wel goed zijn. Maar ja, we hebben ze er ook tussen gehad die de volgende dag met de zonnebril op, weet je, in de winter. Ik dacht, wat is er aan de hand, joh? Ja, die doet de zonnebril af. Het lijkt net als hij in elkaar geslagen is. Die ogen zitten nog zo dicht. Ik heb 2 van die snoepjes op, weet je. Maar dat gaat helemaal niet goed. Ja, het is gewoon geen cannabis meer. En zeker in, dus nogmaals, in die landen zoals Scandinavië, het oosten van Europa, waar mensen misschien niet eens weten echt wat cannabis inhoudt, wat ze hebben nog nooit echt goede wiet misschien wel gehad. Ja, die roken die bespreide wiet, vapes, edibles. En die denken, zo hoort het te voelen. En die komen binnenkort een keer in Amsterdam een jointje roken en denken, is dit dan voor mietje shit? Ja, daar snap ik niks meer van. Ja, een heel verkeerd beeld van wat cannabis zou moeten doen door al die rotzooi. Ja. En dat is hetzelfde eigenlijk met veel van die jonge kids die dus wel nu dit soort vapies bij hun elfbar dealer kunnen krijgen. Maar niet even een toppie wiet kopen. Want ja, een toppie wiet kost misschien ook zomaar 15 of 20 of 25 euro als je een beetje mooi wiet hebt. En voor dat geld heb je waarschijnlijk ook een handvol van die troepweeps. Ja, nou ja, als je met z'n tweeën zo'n veepje deelt, dan ben je goedkoper uit. En dan ben je de hele week waarschijnlijk aan het puffen en aan het doen, knetterstoond. Dus ja, qua geld gezien is het voordeliger om zo'n veep te kopen waarschijnlijk. Dus ja, het gaat helemaal de verkeerde kant op als je het zo bekijkt. Het is gewoon een... het is commercieel. En omdat het mag, kun je het in grote getalen doen. Kun je het in de markt vanuit Amerika. Is hetzelfde als met cannabis, naar mijn mening. De troep zenden ze hier naartoe. Ja. Het hoeft niet helemaal schoon te zijn. Er wordt toch niet getest. En als het dan wel getest wordt en het klopt niet helemaal. Ja, dan maar een paar van die labtesten een beetje verfaken en vervalsen. Weet je. Dus dan zal het wel goed zijn. Hoeveel van die vapes en shit heb je gemaakt, denk je? Ja, ik denk dat wij toen nog wel rustig... We hadden orders van 20.000, 30.000 stuks. Ik ben naar Zweden geweest. Daar hebben we in een weekend heb ik toen mensen geholpen voor 10.000 stuks. En dat waren vapes die kostten ons dan 7 euro, 8 euro. En toen ik de prijs daar hoorde dat ze voor 100 euro weggingen, zat ik wel gewoon raar in dat celletje te kijken naar de dozen. Marges. Ja, dat ik dacht van bij mezelf van ja, kijk, als ik voor 100 euro per pen die dingen weg kan doen, ja, dan zou ik ook zo hard rennen. En het is gewoon drugshandel. Ja.
Ja, en dan maakt het niet meer uit of de mensen er gezond van worden of doodziek van worden. Nee, de meeste mensen die in dat stukje zitten, die zitten ook op de nummertjes, weet je. Die willen 10 cent hier af, 10 cent daar af. Een vape die 30 cent goedkoper is. Nou, als jij 10.000 stuks iedere week doet, ja, dan gaat je doortellen. Ja, dat zijn gewoon bedrijven die corporate denken, die zakelijk denken van ja, dit kost geld, dit kost geen geld. We doen het white label. Onze naam zit er niet achter. Als zij het zo willen, nou, dan doen we het maar zo. Ja. En daar kan ik niet achter staan. Nee. Dan, dus je bent ermee gestopt? Zeker weten. Ja, ik gelukkig in de tussentijd kwam ik ook iemand anders tegen. En die deed eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat wij deden. Ik was toen in Berlijn op de beurs. En vertelde ik zo wat ik deed. En toen zei hij Tjoet tegen mij, ik ga jullie allemaal uit de markt helpen. En niet alleen won ze letterlijk mijn hart natuurlijk. Maar ze had ook een product. Ja, dat is zo geweldig, weet je. Voor de medicinaal gebruiken, voor de thuis gebruiken. Ik heb veel zitten kloten en klungelen met olie maken, tinctuurtjes, dit, dat. Het is gewoon vervelend werk. Het kan ook, als je het niet goed doet, ook nog eens gevaarlijk zijn. Ja. Als je loopt te klungelen en te doen, dan niet precies weet hoe het moet. Wat vaak het eerste keer het geval is. Ja. En met alcohol werken in een keuken, verwarming, weet je. Mensen zijn gewoon stom soms. Dus je weet vanzelf wat er kan gebeuren. Neem het niet persoonlijk, hè? Over jullie. Nee, ja. Misschien een deel van jullie. Niet degene die laatste. Nu zit je thuis te kijken van, heeft hij het nou over mij? Of ben ik nou deel van die domme mensen? Of niet? Ik heb zelf ook genoeg geklungeld. Dus. Ik zelf ook. Ik ben super messy met dit soort dingen altijd. Daarom zie je mij niet zo gauw thuis olietjes maken en dat soort dingen. Omdat ik ben gewoon messy as hell. Als ik dingen moet overgieten. Als er babyflesverwarmers. Ik heb die hele setup gehad thuis. Met een aquariumpomp. Ik zweer het. Een van de eerste sets die Wernhard verkocht om wietolie te maken thuis, kreeg je een aquariumpomp bij. En dan moest je een flesje of iets, een glas met die, met je tinctuur, dus alcohol waar THC en dingen in zit. Omdat dat heb je, hè? Je hebt je wiet gewassen, boom, je hebt alcohol met de dinges. En dan moest je dat gaan uitkoken. En dan had je dus in een babyfles verwarmen. En dan moest een aquariumpomp in om dat te laten bubbelen. Nou, en dan stond dat weer te hard of dan kwam dat slangetje er weer uit. En overal in de keuken had je dan ineens hete alcoholdruppels. Ja, nee, toch? Die je moest ontwijken, Matrix-achtig. Oh, dus nee, ik ben ook echt niet de type om dat soort dingen do-it-yourself thuis te doen. Je ziet het, ik ben super onhandig. Hier vallen de dingen al als ik er naar kijk. Ik ben helemaal gek van dit soort gadgets en dingen die het leven makkelijker maken. And maybe we switch to English now so that you can explain to us a little bit how she developed this machine and came to the point where she wants to conquer the whole world with it. Oh yeah, here we go. Chu, who are you and how did you come up with this thing? I am a non-smoker, like just by breathing I'm already high here. Sorry about that. Yeah. No, it helps. It helps. Come on, 3 cameras staring at me, I need this. So I tumbled into the industry before I invented the machine. I didn't even know there's an industry behind. For me, it's very simple. I was hired into the CBD oil business. And that was the beginning of my journey to just understand this plant. Before I was like, yeah, of course, it brings people joy and then people like it. But CBD oil, it's like a vitamin to me. It's like, yeah, maybe it helps, maybe not, I don't know. Then I start to read into the literature. And I was like, can I swear on this podcast? Yeah, absolutely. And I was like, holy fuck, it works as a medicine. It actually works. You look at the number and I was like, people don't know that. And I'm purely from an outsider perspective. I just saw like injustice. I'm like, how comes? You know, still it's got such a bad name and it helps so many people already and it works.
That was the moment I was converted. You know, as a non-smoker, I become a believer. Yeah, it's really crazy. It's an inspiring story, right? Yeah, and then they sent me to Israel, and then I was sitting over there listening to everybody talking, like, just a half of all the effort was into how to standardize the plant unnecessarily. Yeah, because what we were talking about earlier. Exactly, the regulations. Yeah. So it's like, this industry, like 90% of it, it's like unnecessary. Why would people even do this extra unnecessary thing just because the laws, regulations around it? You're not allowed to buy things, grow things, develop things, process things. And I was listening to this old professor talking, like, how it is the perfect plant for self-medication at home. Yeah. I explained it beautifully. I was listening. His name is like Dr. Michelin. Of course, back then I didn't know who he was. You know, rest in peace. But yep. Rest in peace, Dr. Rafael Mechoulam. Yeah, One of the groundbreaking researchers who actually discovered delta-9 tetrahydrocannabinol as we know it and described it in literature for the first time, so that we could research it more and know why we're high, like, you know. Yes. Yeah. He laid the ground for the research for cannabinoids. I didn't know that. I just shaked his hand. Legendary. I thanked him for, you know, the lecture, and I came back. And I start to search, like, okay, for me it's very simple, right? There's a plant that grows really like wheat. You don't need, like, it's not rocket science to grow one. You don't need commercial growth. You don't need, like, highly professional people with white suits to bring you the plant. You have a seed, you grow it in your backyard, you harvest, and you make a medicine. Like, that's all I could see. So I'm like, okay. I look into how to make medicine, like you described, this kind of all over the place. I'm a very lazy person. I look at it like, I can't. So I was too, like, much work. Fuck yeah, it. Yeah, yeah, exactly. I was like, okay, I'll make something that makes me happy, you know? Yeah. If I have a cooker that just solved all the problems for me and bring people full spectrum, like, just clean wheat oil for whatever the purpose, you know? Yeah. And I start to look into the world, it's like, there's nothing like that exists. So I'm like, okay, I see a problem. And I might be able to solve it. So I quit my job, jumped into this, and then here's the result. Wow. It works. Because what you made is like some sort of, if I can describe it, it's a foolproof Nespresso type weed oil maker. Mm-hmm. But you can make infusions, so you can make a butter or an alcohol tincture, but you can also extract, so make a concentrate out of it with alcohol and reclaim the alcohol. Mm-hmm. Because that's where it really gets interesting. This is something you don't really see a lot in, like, home sets for cannabis extraction and stuff. Yeah, it's actually the only product so far in the market that does all the three things: decarboxylation, infusion, and ethno extraction. Yeah, I mean, amazing. Can you show it to us and explain a little bit how it works? Oh, like, there's really not much to explain. It basically, you plug it in, the machine is on. Do we have power here? No. Okay, so I'll just describe. It's so easy. Like, the design is for people who hate buttons, like me. You know, like, I could never figure out how many times you press here, like three times, there's two times to set up anything. So this machine is, if you're highly stoned, you can still operate on it. You can twist it around, and what choose I function. Kick, and what I found really, really important is, can you keep twisting it around and it doesn't unscrew? Because I'm that dude that will always screw it one way, and then all of a sudden it's like, oh shit, it's loose. But you can twist it all kinds of ways and it doesn't come loose, nothing happens. Yeah, you can make mistake and correct it. It's very simple. Just turn the machine and you can choose the function. Five functions you can choose from, like two is for CBD strains. It's a preset time temperature for perfect cooking at home, you know? And then the other two, decarboxylation infusion, is for THC strains. And there's another one, it's evaporation, just for
alcohol extraction. Yeah. You turn it, you choose it, you leave it, you go do your thing, you come back. It's done. Yeah, and so, in the end, because of the alcohol condenser, you reclaim 90% of your alcohol, so it also doesn't cost more. You know, you only need to go one time to Belgium. Accents. Yeah. It costs a lot, you know. Yeah. And that was always my problem. 1 liter of drinkable alcohol here is like, what, 20, 30 bucks? Yep. In Holland, I think you need to buy it on the internet. Gravimer or so? Yeah, Navimer. Navimer. Oh, yeah, we have and it. It's, and it's, it's like 40 euros. 40? I think it's about 30. I tried to buy it a couple times. Shit, 30 euros and 50 cents and 7 euros shipping. Yeah. So that's 37, 38 euros for a bottle. You'll get 5 liters in Belgium for that. I didn't know that. Yeah. In Belgium is much cheaper. Yeah. And because of the cost, you know, I also, I didn't have time always to go to Belgium, so I need to buy a liter of Navimer, and before it goes through the whole house, your house smells like you have a liquor store or something went wrong in the liquor stores. Yeah, alcohol, with this machine, it's designed to evaporate really slow, and with this condenser, so it's really safe, like this. Barely nothing in the air. You can smell it when you really get up close to the because it's also coming loose here. You can smell the vapors and stuff here. Yeah, just that. Yeah. So really make it safe and easy for people to do the extraction. That's actually the best useful function for this machine. It makes a self-medication really accurate with the dose. You know, with concentrate, it's very accurate. With direct infusion, you never know what's in a plant or this. What you're getting. Yes. Yeah. And it's difficult. It's difficult to test too. What I also found very interesting is that you have all kinds of sensors in the beaker. So this thing, this is where you put your cannabis material. So your flower, whether it's CBD or THC, you hash, put it, or hash. Possible. Yep. Wax. You can also put it in there. Yeah. You fill it up with alcohol or with the butter, whatever, your cocoa, if you want to make an infusion, but like it never overcooks, and it doesn't depend on how much you put in. You can put like 5 grams, you can put 15 grams, and it will never overcook. I found that so smart. You know, this is called a cannabis cooker for a reason. It's designed for cannabis because of the temperature, how we developed it with the you know, like minimum fluctuation. Even when you try to heat it up, it warms up really stable and stays constant. Like 1 Celsius degree fluctuation, you don't find it anywhere in the kitchen appliances. It's only like laboratory standard temperature control. So that's why nothing gets destroyed in this machine during cooking. Yeah. If you use oven, it heats like that and it starts to cool down. It's like you get a wave. You don't have a straight temperature. Yeah. So when the heat reaches the peak, it goes above your setting and destroys cannabinoids. Simple. So they solve the problem like that. It's invisible, you know? But it's the most of the work went into this. You know, we have a sensor too on the baker, and we also have the sensor on the side of the machine. And yeah, it's check, 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 check. How many grams or how much flour can you put into this? What's Yeah, the dry flour you can put max 25, I would advise, but 30 also possible if you squeeze a little bit. Okay, that's quite a lot. And how much is the minimum? Could you put 1 gram in there? Yeah. There's no minimum because the temperature control doesn't really matter what you put in there. Okay, cool. As long as it fits in a baker. Yeah. It goes. And because of the sensor, it automatically registrates how much is in it, how long it needs to cook, when it starts to fluctuate with the cannabinoids, so it stops. So it's all internally already set, so you cannot do anything wrong in the end. So idiot proof. I told you it's designed for myself, you know? Like just throw it in, nothing to worry about. Good deal, think. Easy, you can do what you want. Cool. And how long does it take to make oil from start to finish? Like if you want to make an extraction, if you want to make an oil? Say you first decarboxylate it first. Mm-hmm. That takes somewhere between like 1.5 and 2.5 hours. Depends on how much is in there.
So let's say 2 hours to activate. And infusion is another 1 hour and a half most of the time, give and take. Depends on how much is in there. So if you make a can of butter, that's 3 to 4 hours in this machine. And then extraction, after you infuse the alcohol evaporates at the speed of 50 milliliter per hour. So you can calculate if you put 200 milliliters in there, that's 4 hours time evaporation. Nice, that was fast. Is I was it? Way too high for that calculation. Yep. No, but I get it. No, that was fast, that was good. Yeah. Okay, cool. So it's really something you can do in an afternoon. That's so cool. Yeah, definitely. It's the best machine for the Sunday afternoon when you do your things, your chores at home, you just switch it on. Oh, a couple hours later you hear ding dong, you see the light has changed. Okay, yeah. Let's switch it to another setting. And then in the end of the day you have your extract finish, you know, or even your infusion, you know exactly what's in it. Yeah, much more easier doesn't get. I think that for a non-smoker, you really captured the stoner's needs into this. I think that's really cool. You have no idea how many stoner YouTube videos I watched. Yeah, is that your game plan for this? Is that was the research? Just be on YouTube. Yeah, research. Yes, just watch people struggle. I'm like, I'll fix that. I'll fix this. Yeah. Really. Yeah. Okay, cool. So you were watching like videos of people making oil at home and stuff. Yeah, and also the complaints in the comment section. So what were some of the biggest complaints that made you come to this machine? Like most complaints, it's like people watch the videos like can't, too complicated. That's the biggest complaint. I'm like, I want to make it easy. So you know, you don't need to know anything. You just need to how to cook. You just need to know what you want. And then the machine can solve it for you. And then during the process, people complain about smell. Mm-hmm. So the temperature actually, you know, because there's no fluctuation, there's no air like expanding, like shrinking and all that. So there's no smell with this machine. It cooks very stable. And then also the infusion part, you know, once you come to the filter, like the mess. Yeah. It gets to me. I don't know about other people, but I'm like, yeah, mess. Because you have... For that, you did a kind of a percolator vibe, right? Yeah. The coffee thingy. Mm-hmm. French press. Cafetière. Plus French press. Syringe. So there's a soort kapje in. And die duw je dus over je cannabis heen. En daar zit een filter in. Daar zit een filtertje in. Boom. Boop. En dus als je je materiaal wil filteren, dan gaat dit er natuurlijk af. Goed werken, yes. Ik kan gewoon hardhandig doen met dit apparaat, dat scheelt ook. Want het is allemaal best wel foolproof, maar dit is natuurlijk glas. Ik wou zeggen, alleen het glas niet op de grond gooien, voor de rest komt het helemaal. En dan duw je dus de boel zo ver mogelijk naar beneden. En dan kan je het gewoon zo uitgieten. Ja, clean ook fingers. Super cool. Ja, I'm really a nerd, you know. In these cases, mm-hmm. I really love gadgets and smart thingies. That's cool. So this is something I really dig. Yeah, really nice. And how did you find the reception by the stoner community? Because you're a non-smoker. You've been entering into like if you came from the CBD market, which mm-hmm. is kind of a crossover between cannabis and just regular people. It's right. It's kind of a mild version of the industry. It's still a little bit of cannabis, but it's CBD. More suits and, you know. Yeah. And now you're into the rec market, also the medical market. There's I reckon a lot of patients that will use this to make infusions at home and extracts in their own oils because it doesn't require almost any strength. A little bit of strength to pull this apart and shit, but it's super easy for people at home. But it's also a thing for the rec market. People can make
gummies and stuff with it, like my homies from Rosin Delight from Culture Herbs do. Mm-hmm. Shout out to you guys. Thank you for sending these cool candies. I will give you some. It's not THCP, so no. You won't trip balls like that. Yeah. It will not, just be no, a fine. No, to the effect. You will enjoy it. I'm sure of it. But it's really something that you made for the recreational market. If I look at the marketing efforts mm-hmm. you've been having, I mean, you're all over the place, but the rec market is something you're also focusing on big time. Yes. You know, where's the line between self-medication and having farms? Like, it's just a, you know, too extreme and a gray zone in between, right? Like, recreational people wants to relax. You know, when I drink a beer in a sunny afternoon, this can be medical beer. Like, it gives me good vibe, relax me up, right? Yeah, of course, like, for my understanding, like, so far, the customers, we are 60-70% actual, just a purely medical reason. Or they try to stop smoking, you know? Quite some people, they try to switch from smoking to edible, like, smokable, edible kind of a journey. It's something you see a lot in legal markets as well. Yes. People stop smoking more and more because smoking is not good for your health, obviously. And eating is something that, if you do it moderately, is good for you. Yeah, definitely. It's you see in the United States, I think the edible market is 20%. So, yeah. Think about if edibles would be legal in Holland as well, because in a lot of cities you cannot even buy edibles. They also banned that. So, yeah. You never know what is a nice edible or not if you don't. I've seen it in Amsterdam, you know, those cakes were half year there. I don't know if you want to eat it after. Some silly American comes, you know, he takes up the cake, he eats it. Yeah. I don't know if that's the way to go. But how have you found the recreational market respond to this? Like, because there are a few competitors on the market, but how does the consumer react to the machine for your idea? I have only 5-star reviews, so I don't know, like, some people might hate it, but yeah, they need to tell me. People find it how do you say, it's decent. I mean, that's also the design principle. I didn't make it really too crazy. It's just like a very nice machine that is mind its own business on the kitchen table. Yeah. And people's first impression is always like, it's a high quality, but maybe overrated, and they use it, come back, like, yeah, it's good. Yeah. That's my experience with the recreational community. I personally actually don't know the community. I'm complete outsider. You know, the fact that I'm sitting here as a non-smoker on your podcast, I was like, I think I made it. Yeah, because we were talking earlier, it's also that for a non-smoker, it can be very weird to work in the cannabis industry, because a large part of my podcast is also about people who work in the cannabis industry, and a lot of people watching are interested in what we do and the jobs that we do. And you told us that it's also a bit hard sometimes as a non-smoker to work with stoners. Yes. Like, can you talk a little bit about that journey for you? Yeah, this is such an experience. Like, people in the cannabis space are colorful. You know, like, they're the most productive, like, amazing people. And they're like the, you know, super chill stoner type. I came in knowing nothing. And, like, last year was the first time I went out, actually start to have contact with the community. Before, I was just sitting behind my computer. Designing the thing. Yes, doing my geeky stuff. And also I built a business around the products, you know, out of a sheer ignorance how difficult it is to do business. I thought, okay, I have product, I build a business, now I have to do business. Doing business involves talking to people, making arrangements, appointments, right? Yeah, with the cannabis, I figured it's very, very, how do you say, chill vibe. Like, people show up, maybe not. Yeah. Yeah, so
that's for me, it was like first like, wow, you can actually work like this. You know, in a way it's cool because I'm also a little bit chaotic. I'm very busy all the time, but I'm not orderly. So I appreciate it in the beginning until a certain limit start to annoy me. It's like, hey, you need to show up. You know, yeah, well, make an appointment, yeah. I make on. Half day, right? Yeah. So I start to talk I'm to on people. My way, 5 minutes. Still in his bed. Yeah. True stone things. Yeah. Oh, yeah. Yeah. So I start to have a conversation with people. It's like, so how does it work? Then I also start to have questions, you know, about addiction. I know it's like maybe a dirty word in this industry. Nobody wants to use this word, but it is a problem. Some people are definitely addicted. Yeah. And I'm not afraid to say it. En ik ga even over naar het Nederlands. Dat er zeker wel mensen zijn die verslaafd zijn aan cannabis. En dat komt dan vaak door het tabakselement dat we eraan toevoegen in Europa. Wiet heeft van zichzelf geen fysiek verslavende elementen, zeg maar. THC heeft geen fysiek verslavend effect op je lichaam. Nicotine heeft dat wel. Mm-hmm. Als jij wiet op zich rookt, is dat niet zo'n heel groot probleem op verslavingsniveau. Koppel je daar een verslavingselement als nicotine aan, dan denkt jouw lichaam ineens, hey, die high komt door dat verslavende element. I need to get more of that. En dan ben jij constant een joint aan het roken, terwijl je eigenlijk een soort nicotineverslaving ontwikkelt met wiet er bovenop. Dus je zit in een soort gekke spiraal waar ik niet in zit. Zeg maar, ik hoef vanmorgen niet per se een joint te roken voordat ik de deur uit ga. Ik heb hier mijn eerste. Dit is mijn eerste joint deze middag. Weet je wel? We doen eerst wat we moeten doen. Daarna genieten we van het rokertje dat we willen roken op dat moment. En niet omdat het moet. En that's the thing that a lot of people are not willing to recognize. That tobacco has a very big impact on the addiction part of cannabis in Europe. Because I don't think that cannabis is such a large problem in other parts of the world. In terms of young kids getting psychotic because of their haze joints and that type of shit. Yeah, it's something you read about a lot in Europe and especially in the Netherlands, and not something that happens a lot in South America where people do a bong or something. Yeah. Or why in the Netherlands this is such a problem? Because of the nicotine. I also have it myself. Tradition? You know. If I stop cannabis smoking. Cannabis was introduced here first as hash in Europe. You can't smoke pure. Mostly because the weed was all imported, bad quality, and had seeds and stuff. And we had a lot of Moroccans in the 60s, 70s bringing hash into Europe through Spain, going by car, bringing back kilos and selling it through tea houses. And that's how... Tea houses? Tea houses. The old coffee shops. All right, okay. That's where coffee shops existed. Tea houses. Yeah, there were tea houses where a hippie would sit in the corner with a big bag full of hash, and you could get a matchbox full of hash for like 10 gulden. De goede oude koffieshop waar je nog een tafel voetballen, snoekeren, een paar speelautomaten. Ze zijn een uitstervend ras. But people had to, or were used to smoking it with tobacco. So it's like a Dutch summer of love thing. Yeah, okay. Yeah. And then when better cannabis was introduced, people were already used to diluting their cannabis with tobacco. So they just kept doing it. And it was financially a better thing because you could smoke more and in other parts of the world where like weed as a dried flower was consumed more than hash, it was just smoked out of bongs, pipes, rolled in papers, maybe a blunt, but not necessarily mixed with tobacco, because why? You know, that's some people question. Would do it. Yeah. Just like because they were already rolling cigarettes and they would throw in like some weed or something, but not like a tradition thing like this is how you smoke weed. Exactly. I didn't even know you could smoke it pure. You know, I learned it here in Netherlands.
I thought you have to roll with the cigarettes. It's like, yeah. It's like what you do with weed, like anyway. And then here I also tried pure CBD. And this tastes quite good. I mean, I wasn't expecting that. I'm like, ooh. Yeah, I can't smoke pure THC. No, it nowadays becomes also easier, of course, to smoke pure weed because weed quality is good. Mm. It tastes good. You know, if you try to go to a coffee shop randomly, you know, and try to smoke some weed there, pure, I guess you're not going to get happy. Yeah. A lot of Dutch people still say, like, weed doesn't burn properly when you roll it pure, because the weed they roll up pure isn't meant to be rolled up pure, because it's all shitty weed, sprayed weed, bad weed, haze, wet haze. Yeah, it's still wet flow. Where there's market and there's not enough, you know. Yeah, then it's not dry enough. Yeah, so at least they have haze. You know, we cannot say we don't have it today. Nope. You cannot say the bakery is empty. You know, you need to wait. It's not possible anymore. People expect that cannabis is something that comes off the shelves and is there. You know, some people really don't understand that it still grows. Yeah. From a plant. You know, you need to take care of it, especially here in Holland. It's not that easy anymore. Yeah, so good quality is scarce. Definitely scarce. Yeah, and in the like actual functional good products in the cannabis industry. yeah, but luckily they exist. Yeah, it is sometimes to cry for, you know, what the cannabis industry brings and takes advantage also of people, because they really don't know what's up. No. And it's sad, you know, it's not where it was meant for, I guess. No. But luckily it gets more and more open. And with the legality, you know, like in Germany, I think it also will go better in Europe. And people can actually understand what flower is, you know, because it's now such a, for some people, such a magical thing, because it's an illegal plant and, you know, they never seen it, but they heard so much about it. But yeah, if you grow it, you know, it's just a plant in the end. Yeah. You talk about Germany. I can imagine that Germany is a large target market for you guys as well. Yes. With everything open up, and you told me that it's illegal 100%. There still, or it will remain illegal to buy and sell edibles. Mm-hmm. Yeah, and infusions for social clubs, it's not possible. We talk infusions, yeah, really? As well. Yeah. You know, they cannot sell hemp oil with THC extract in it. You know, that's quite weird. But I think because of HHC and THCP, with all the bad things they seen last years with edibles, that they say, better just stay off-put with the edibles before everybody gets insane, and especially school kids, where a lot of things happen, yeah. Yeah, I think they're careful because edibles is basically meant for the general public, like just everybody, you know? Yeah, also if you don't smoke, you can still have a good edible nowadays. It's like a wine, you know? Absolutely. A lot of people that don't smoke prefer edibles, and now with products that you can make yourself, you can dose them quite light and see what happens. Like, or dose very heavily, you know. It's and really enjoy. Yeah, enjoy, exactly. It's still just cannabis. For us as a company, of course, it's actually okay, so people can now start to use our machine to make their own edible own tinctures at home in Germany, because they can buy flower from the pharmacy or the new social clubs that are coming up. Or grow themselves, because you're even allowed to have three plants at home, but you can only have 50 grams of dried flour. Mm-hmm. So what do you do with the rest of your harvest? Mm-hmm. Yeah, very good question. You extract that beer and you make an oil and you put that in the fridge, and who's gonna know? They're not gonna know. Yeah, yeah, let's see. It's exciting in Germany. That's also why the vape market is, I think, still also really big, because a lot of people don't want to show what they do and smoke. And with vape, you can really secretly hide out. Yeah, it's a subtle thing. Yeah. Mm-hmm. Smoking is loud. Yeah, if you smoke loud good shit, weed, it's loud. Gonna be loud. Yeah.
Ah, oh, but it's such a feeling of freedom, you know, you're on the street in Berlin, in the street, and then you're smoking your cannabis, you smell it, you don't have the feeling, it's like, you know, you don't have to hide anymore. It's just, it's so nice. Yeah, let's take a moment to congratulate Germany, though. Yeah. Because I haven't really congratulated Germany in my podcast yet, because you've been legal since April 1st, and this podcast season started on May 10th, and this is online on 24th. So congratulations on your almost 2 months of legal weed, guys. I hope I don't know where you're getting it from, if it's only been legal for 2 months, like who's been growing it, you can't really import it, but if you know, you know, whatever you had at home is legal now, guys. Congrats. Enjoy your homegrown smoke. Yeah. And viel Spaß mit dem Gras. I don't know where they got it from, but we had some really, really good weed from a Hedgehog. He was a rapper. He gave us some really loud weed. Oh, yeah, he has his own strain, right? Yeah, he has his own strain as well in Amsterdam. And Kieran, friend of yours as well, he knows him, and he asked for some weed, and bro, it was loud. Really, really Hurts OG, right? Something like that. Yeah, old strain. Yeah, and to be honest, the quality was better than that you can see here. But Germans, low quality. Yeah, it's with their cars, it's with their things. You know, that's also with the weed nowadays. They do know what they want to smoke. Germans do not mess around. No, also the German pharmacy weed. I saw it a couple times. I was in Denmark. Such a dude came up with a jar of 100 grams. You know, I said, "What the fuck are you doing?" He says, "Yeah, I'm a medical patient." Also, I'm a medical patient everywhere in Europe. Wow. Yeah, so you go everywhere. He said, "I go everywhere." So he had some gelato or something from a farm in Canada. It was fucking good. Mm-hmm. You know, yeah, if it's a medicine, it's a medicine. I use it recreational. It worked as well for me. I use cannabis medicinally. I have medicinal cannabis from the Dutch pharmacy, but it has nothing to do with what they have in Germany. That's They actually have Cali weed in German pharmacies. 100%, like 100%. They do? Yeah. Wow. Yeah. And you can order it online, and it comes in big bins, and it's just beautiful. It's good. And also they pay €6, I think. Something like maybe quite more. Reasonable. Wow, I'm sure all the Germans will come in the comments like, "No, I pay like 13 euros a gram, 15 euros a gram." That's still better than like 20 euro in Amsterdam. Sorry about the accent, you know, Uncle Lo's accent. But how are the Dutch medical weed? Like, are they terrible, 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 terrible. Oh. No. We talk about it often. No, there are a few improvements to be made about the way they process it, the varieties they offer, and the way they store it, because it's sold in cheap plastic containers, right, and they smell really bad. Ooh. And then they put that weed that's been gamma radiated and already been ground up already, and sometimes even has seeds. That's what that's what you get when Monopoly counts. What moet ik, Dutchie? Where do they get the weed from? Nee, dit is geen goedkope plastic. Dat is inderdaad waar. This is a better plastic jar. Not all plastic stinks. This plastic does not stink. That's indeed a smart comment of you to make, Patrick. Thank you so much. But yeah, that's a lot of improvement points to be made with the Dutch medical service. Plus, there's only one producer making it for years. Yeah? And okay, that means that they decide, and there's nobody keeping them on their toes, like no competition, exactly, nobody breathing in their necks, because they can just do what they want, and that's not really good, you know. But right now the recreational legal recreational grow comes gonna come this year. It's coming. Yep, it's already happening. Yeah, it's people harvesting. But it's a bit the same what the monopoly of Belgium is also the monopoly of the coffee shop, because the licenses to have a coffee shop are gone. I don't even know if you even want a coffee shop nowadays. It's good money, but with all the regulations and all the things next to it, you're not getting a bank account. I hear the most incredible stories of people who had quite a good life, but still had very difficult
things to buy a house or whatever, you know. Still though, if you want to get rid of your coffee shop, I'll take it. Yeah, well, it is a nice, goede boterham, zoals dat in Nederland zegt. And it's a cool thing to have, bro. I mean, the coffee shop is such a cultural, a social cultural important thing, bro. The coffee shop is for many people the only place where they feel at home. Mm. That's true, and I lived my life almost half in the coffee shop, so I definitely understand that situation. You know, if somebody been a lot in coffee shops, it's me. But from owner's perspective, having to apply on all the rules you need to have, the tobacco rules, the tax rules, the illegal buy of your product, it takes so much tension, you know. The maximum 500 stock. Yeah, and you cannot work with cash money anymore. It's getting more difficult. You know, life just really became difficult for small owners. Maybe if you have a good team behind you, I see in other cities, you know, they have like a really nice team. Also, things are good regulated with security, people that take care of the cars. But if you're just a small coffee shop and you are with two people behind it, you know, and you have to take care of 50 people, and now also you need to, scheidsrechter te spelen, play the referee in the, because oh, you cannot have tobacco, oh, you cannot have this, you cannot have your own drink anymore. A coffee shop also is a business in the end. And before it was more relaxed, the focus was on weed. Now also a lot of coffee shops have their focus on, which is not a bad, but if you want to keep your thing running, you know, you need to apply on all these rules. And if somebody from the government comes in and they see one pack of cigarettes, and it happens a couple times, you're done. Yeah, you're basically treated like a criminals already. Yeah, constantly. You know? Yeah, so. But you will probably have that as well with pot by noise. I mean, it's still something that's made for cannabis. You don't really hide that, you know. Ooh. Also in the manual and on the website. Yeah. I mean, you will probably, if you have not yet, run into certain restrictions and limitations. 100%. Yeah, right? Daily. But yeah, like what to say, where to go, payment and everything. It's like all those things process. For doing business, it's just terrible. Like triple difficult in this business. The word cannabis starts to freak out everybody, you know, especially banks. I walked into the bank. I'm like, I need an account. It's like, what do you do? I'm gonna sell like cannabis cookers. Like, no. Nope. Like, you can't say that. It's like, but I do that. And they're like, no. Even if you say it's for CBD, make it a herb cooker, then it's all fine. You say cook with pot. Cook with cook pot. That's very, very smart. Yeah, you have to try. And you say can a cooker. You have to be smart about it. Yeah. Let's say, like right now, I have a responsibility, you know, people that use it, they want to come back, you know, I need to be here, grow, and then provide service, you know. I can imagine that this will not be the only thing you will be designing, because with, like, this talent, we need more of you. 100%. Something like that. 100%. What? And I know people like you, like, I've interviewed quite a few people now. And I know when I'm talking to people that already have like three different things cooking, to make a little reference to the noise, but to the pot. What else is up your sleeve? What are you going to come up with? Okay, so this is like my personal thing. I really love to make things. And then, in my opinion, like, I was, listening to you guys, it was so fascinating, but I was about to say, like, smokers, people who use cannabis, deserve better. You know what I mean? Yeah, 100%. We all have that shitty equipment. Yeah, people just throw things over there, it's like, whatever, just use it, it's gonna work. It's like, things can be better. Just, for example, this one product can make cooking experience already better. You know, you have the, you feel the decency, like, respect from a product like this. It's actually, you know, everything thought through for you. Yeah. And then I also want to make, of course, you know, for me, the
Noitz is the brand. I want to give people the freedom and control to grow and process cannabis at home by themselves, you know, the way they want, when they want it. So, yeah, I'm also designing a rosin machine at this moment. The hash machine is designed already. Yes. Yeah, tested and everything. So yes. I hope. Can you tell us a little bit of what's that gonna be like? What can we expect from that? The rosin machine? Yeah. Yeah, it's gonna be small and powerful. You know, basically solve the volume problem. It's gonna be small, easy, even portable for a lot of people. Yeah, it just gives you rosin. We're gonna go back to the hairstyler times. Remember the times that we were pressing our flour and our hash with the how do you call that in English? Hair straighteners. Yeah. Breaking them. Pow, shit, that was one again. The purpose of that one is that you can put it in your backpack. You can go to the coffee shop. Oh, wow, fuck. I want to smoke rosin. But I don't want to pay fucking 100 euros for half a gram or a gram, whatever it costs nowadays. I just buy myself a gram of weed, yeah. I put it in the press, and there's my little bit of rosin that I need for this moment to smoke, yeah. You know, and then my days goes on. And the same, since I worked a lot with it, you know, we want to make a dry sieve machine, mm-hmm. which is, you can put in your weed, yeah. You put in a button or something, whatever, and I can walk away. It's not that I need to play the bull, and also with water hash, you know, made so much water hash. Yeah, it sometimes goes wrong, and then you have all that shit water going through your house, and it smells like weed, and just everything can be so much more efficient, and without really the work and the misery and the nastiness that all comes with it. Yeah. Especially if you do it at home, you know, you don't need a big machine. You can just process it yourself. Yeah, exactly. And then you don't need the industry to purify, process, extract it for you. Because when they extract, you know, whatever for you, because of law regulation, they already add something, took something out. It's like, when they do it for you, you get worse product compared to if you do it just by yourself. Yeah. You know, it's like that's the whole point of doing it at home. You get a better product with better control and freedom. Come on, like who wants to beg doctor for appointment, like to put stuff in the schedule just to get something that is worse than what you do at home? Like that's what I really appreciate about the product as well, and that's what I loved when I got the box, is that it's so consumer driven and so quality driven that you don't get, like, it's not the flashy colored images on the box, no glossy this and that. It's the box you need with a safe inlay for the machine, with a simplistic but functional machine for a reasonable price. Like that's what the industry needs, not another thing that's made for $20, sold for $400 with a beautiful box with all kinds of colors and photos and influencers and expensive whatevers. And what you see a lot now. Also, half spending business is full with the bullshit, you know, flashy, ugly things for people that just come there for the bags full of shit, you know, because it's free. I recognize it. There's no expensive cars in front of the office. It's really a consumer driven thing, and it's not a big money corporate kind of thing. It's really for the people. That's what I love about it. It's really thought out. That's really something that we need more of. Industry deserves more honesty and transparency. That's why we do what we do. Yes, but that's I why agree. We also need to be open and need to be smart about things. You know, think a little bit. Yeah. You know? Less marketing, more products. Yeah, in the end, legalization, you know, if legalization just happens, you know, you also don't have the shit show with all the new cannabinoids, and it's quite simple. Yeah, in the end. If people can have freedom to do it themselves, then
Yeah, then you let the lawmakers figure that out next 100 years. Then you have time, right? Like you can already do everything at home, you know, while you're waiting for people to figure that part out. Regulations, they call it. Yeah. Yeah. Research, you know, it has been so long in the corner of exclusion, research. You know, so research has been a long time, people didn't even want to touch it, you know. Why research something that's illegal? Just like me in the beginning, nobody thought there would be any medicinal reasons for it. Yeah. Until the last 15 years, it all popped up. And my father as well, he's a surgeon, and he never believed in cannabis until now all the research and things really start. The little girl that was with the CBD, that was one of the first things that everybody started to think, okay, wow, this is... Charlotte's Web. Yeah, Charlotte's Web, yeah. Do you hope that the pot minoids will be included in the medical research? Yeah, sure. The accuracy and dosage doesn't meet like a patient's needs to which level. Right. I mean, research is another thing. It's really, really important, in my opinion, you know, for cannabis. Cannabis needs two things, right? Knowledge and then people's autonomy to use it, you know? When we know what it does, exactly how to use it for our benefit, and then we have the capacity to actually just do it. And that's all we need, you know? Yeah. It's gonna solve a lot of problems, and knowledge is another thing. You know, right now people really need to study, need to do the research, need to understand what the plant actually does. Yeah. Because I think looking at the machine, there are not many machines, like consumer devices, that are fit for medical patients. Like, but Storz & Bickel has a few vaporizers that were approved by medicinal whatevers, because it was standardized, used in medical researches, and therefore is good enough to be used by a medical patient to use medicinal cannabis. Volcano, and, I think, as well. Yeah. Volcano has one that's only can only be purchased by the doctor. Right? And I think this machine would also have that potential to be like used by the medical community to make their own infusions with the flower they get from the pharmacy, whatever. That would be a big wish. Yeah. Little, definitely. You know? Yeah, 100%. Nice. It would be the one of the coolest things, of course, if a pharmacist, you know, says, please, if people can take get this, it, you know, and start to make your own, especially now in Germany, you know, that where people just still cannot buy their tinctures or whatever, that they... No, the beauty is like when insurance pays for this, for people who, you know, don't have that much money. It's like need it. That exactly. would be cool. That would be awesome. See, consumer driven. I like it. Yeah. What's the biggest lesson you learned from the cannabis industry as a non-cannabis person, necessarily? Ooh, that's a good question. I love people. You know, I have a lot to say about, you know, how weed should be used. The biggest lesson is like, come on, people are just trying to make things better in their own way. Like, stigma is unnecessary. That's in the end what I learned, but people still need knowledge. People need accurate knowledge to inform themselves. You know, I have a 10-year-old. I really love him. So when he comes to me, it's like, yeah, mama, what are you doing? Yeah, this is cannabis. What does it do? It's like, I tell him exactly what I know, right? Yeah, when you grow up, you know, maybe use it once a month, twice a month. I'll be nice. Every day could be a little bit too much. You know, I tell him that because I care about him. It's like, if he wants to use it from morning to evening, it's also up to him. But I wouldn't advise it to him, you know? And same for, you know, people I meet on the street, like the clients, people who use pot, they will come. They would maybe ask for, you know, my opinion, honest opinion about how to use cannabis. It's like, yeah, whatever you need, you know. Like, a lot of people, they need this plant as a medicine. You know, we were just talking, I compare the plant with fire or with a wheelchair, you know, especially in the medical content.
nobody's against a wheelchair, let's face it. You know, like, it's good. When you need it, you need to have one. When you have one, your life is better. But the problem is, like, when you don't need it and you sit on a wheelchair for too long, what does it do to you? It's a question. I mean, it's legit. If I care about you and I can see, with a little bit of practice, you can walk, you know? Just leave the wheelchair alone, you walk, and then I will give you an advice. It's like, yeah, try not to, you know, lean on it, weaken your legs, do your exercise, and then, yeah, walking is nice, you know, independence. If I tell you whatever, sit on the wheelchair, you know, you'll enjoy it. It's like, it's because I don't care about you, then I tell you that, right? So for me, it's the controversy of this industry that really, really for me, I love it. I love it because so many things to be talked about and so many lessons to be learned. Yes, yes. And everybody has different situation. You know, before you judge, you need to understand where they are. And then, yeah, some people, they need a little bit of push. Some people, they need a hug, I mean. And what's the biggest thing you learned from a non-smoker in the cannabis industry? Like, because you're working together. Ooh. Well, she also learned me how to be sober once in a while. She made I was never sober for 20 years, so yeah, I was sober for a couple of weeks, and yeah, just like reinventing yourself, also knowing having a different relationship with cannabis. It is what you say, you know. In the end, it's tobacco that is the most. The most addictive thing. I started to smoke 40 cigarettes a day. Wow. It was just annoying, you know. We like, do not condone that behavior. No, yeah. It's like eating cigarettes, you know. It was like really annoying. So that really also, talking with you, with Anders, like last time I was at Kramer's, people really looked at me like, ah, bro, what the fuck are you doing? This is not normal, you know, you're smoking weed. It was really an exception that you were accepted at the table, because normally people that mix tobacco with weed are not accepted at the smoker's table with the big boys. I could feel only the if flavor. You smoke hash, like, we can maybe do this, like, but try to keep it to a minimum when we're together. Like. Keep the discrimination going, it's good. I felt the vibe on the table, So, it's something to really think about, It's definitely also the only thing I can say always is keep doing things, you know. If you keep motivated, you want something, you have a target in life. And with cannabis, sometimes if you are in a difficult situation where it's emotionally times are hard, you can get lost in cannabis, you know. So it's you need to watch out. It's the fucking drug. It's the easiest way to say, you know what, fuck it. I'll roll another one, sit down for another hour or two or three, and then we'll see again. You know what? Fuck it. I'll roll another. Sit on the couch for an hour or two or three again, and we'll see then. An hour or two or three? Well, it becomes, for some people, weeks and months. Yeah, you need to get yourself really out of that situation, you know. Ambitions should always come first. Like, that's you have to do something and then reward yourself with the weed. Like, every day have at least a few tasks that you want to get out of your system. Do and make, like, challenge yourself, man. We have a lot of time left, Jah willing. So let's make the most out of it. What you gonna do, sit around all day? Shit, go live, bro. There's nothing wrong with one day Netflix. Everybody does it sometimes, but of course, just we need keep going and don't lose yourself in cannabis. And the only place where you go is the coffee shop, and there you have a half hour of talk because you see a lot of these people in the coffee shops. You know, I think an important thing is also do it yourself with cannabis. So, if you have to supply your own cannabis by growing your own sensi seeds, by making your own infusions and extractions, you're already in the process of, I need to do some things to get a certain product. You'll be baking, you'll be cooking, you'll be doing things. That's very important. You'll be growing weed, you'll be taking care of your plants, you'll be trimming and curing and reading about it and taking pictures about it and talking to people about it. And
That's yeah. so important to have a passion. You have to have yeah. a passion 100%. For something and be yeah. be busy with shit before you sit around and smoke all day and scroll on your phone. TikTok is not a passion, guys. No. Snapchat neither. No, yeah, if you grow a little bit of a, yeah. one small tent already, it requires some planning, you know. At a certain moment, you need to start cutting the plants, you need to dry them, you need to be inventive, something could go wrong. Yeah, at least it gives, for me, growing was always the best time of the day, and I could do it a lot, so. I always say, growing weed is more addictive than smoking it. 100%, 100%. Yeah, it's a good one. It's true. Yeah, it's a good one. The love for a plant, you know, and also seeing each plant growing different, smelling different. This one grows big, that one grows smaller, this says that. Yeah, it, for me, it's always been something exciting, you know. Yeah. And taking care of something, seeing that something, yeah, you know, it doesn't go by itself. It does require some time, some passion, some moment of it. So I think that passion for the plant and the community and the consumer resonates in both you guys and the product a lot, and I think that we are very grateful to have such a great product and such a great team in the cannabis industry, and I think that's a nice way to end this podcast today with Chu en Kik. Ga ik hem even in het Engels over Nederlands. Wat zal ik doen? voor het einde. Doe maar Nederlands. En waar kunnen we hem vinden? Waar kunnen we hem kopen? Is er al een kortingscode online als deze podcast online komt? Voor jou zou ik krijgen een kortingscode. THC10. Ja, we gaan er een mooie kortingscode tegenaan gooien. Dat moeten we nog even over hebben. Maar je ziet hem hieronder in beeld verschijnen misschien. Ja, zorgen dat de kijkers er mooi gebruik van kunnen gaan maken. Ja. Sowieso zie je hier de website staan. Ga dat checken voor alle informatie. Die je zoekt over de pot bij Noids en hoe je die moet gebruiken en waar je die kan krijgen. En nogmaals bedankt Chu en Kik voor de tijd vandaag. En dan wil ik ook iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. En dan heb ik het over de lieve mensen van Dutchie die mijn wiet vers houden. Zodat ik hier altijd iets lekkers te roken heb. Mascotte die mijn vloedjes altijd recht en perfect voor me houdt. Sensi Seeds, grow je eigen wiet jongens. Doe het gewoon lekker zelf. Roz in the Lights, bedankt voor de snoepjes vandaag. Culture Herbs, dank jullie wel. En natuurlijk Pot by Noids. En daar zit ik vandaag zelf. Dank jullie wel. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter, een toffe comment. En laat weten wat jij zou maken als jij een Pot by Noids zou hebben, man. Wat voor gekke spacecake zou je maken? Laat iets weten in de comments. Dit was Uncle Koes. Bedankt voor het kijken, luisteren. Much love. Ciao. Bye bye. Thanks, man. Ja, thanks. Ging snel doorheen. Ja, dat is goed. Het is wel echt koud hier. Ja, ik ga kapot gek, jongen. Ik ga los op je. Ik denk dat je straks gewoon op mij zo ziet. Ja, I was excited about your actual heat. It's like...